Welkom bij Mystic Angel Rara Tarot. Ik ben Rara. Dit is de wekelijkse reading voor de week van 20 tot 26 februari 2023. Ik heb de kaart al gelegd. Ik ga zo beginnen met de reading. Als eerste wil ik graag even melden dat er drie personen een persoonlijke reading kunnen winnen. Als jij dat graag wilt, dan laat dat hier onder deze video weten. Ik ga gewoon beginnen met de weekreading. Even kijken. Ik ga beginnen. Ja, ik heb hier betreuren. Wat je hebt gedaan heeft geen zin. Bovendien blokkeert het je spiritualiteit. Dus er is iets wat je hebt gedaan wat jou betreurt. Waar je schuldgevoelens over hebt. Laat het los, want dan gaat jou blokkeren. Als jij kan goedmaken of het kan verbeteren, dan is dat goed. Dan kan je die schuldgevoelens makkelijker loslaten. Als het niet gaat, laat het los. Laat het voor wat het is en probeer voor jezelf, met jezelf te praten van dit is wat ik dus nooit meer ga doen. En spreek dat gewoon met jezelf af en laat het voor de rest los. Want daardoor blokkeer je niet alleen al je chakra's, maar ook gewoon jouw spiritualiteit. En dat is wel jammer als je dat doet. Ja. Als iemand kwaad is, helpen vriendelijke woorden vaak om het negatieve te neutraliseren. Ja, het gaat ook hier hè, echt om het betreuren van iets. En ook dat als iemand boos is. Ja, dan zeggen we ook bepaalde dingen als ze boos zijn van dingen die wij niet menen, maar die eruit floppen. Of dingen die we niet willen zeggen, dan komt het eruit. Omdat je dan zo boos bent. De enige wat je kan doen, is jezelf terugtrekken. Dus jezelfliefde toepassen. En proberen daarna, als je wat zeg maar rustiger bent geworden, dan weer met elkaar te gaan communiceren. Ik denk dat dat het beste is. Vooral als er ruzie heerst te komen. Dat je jezelf toch wel even terugtrekt. En denk van, even terugtrekken, even luisteren naar jezelf en dan gewoon, ja, gewoon even die, even tot rust komen en dan rustig verder praten. Dus het werkt heel handig, want als jij dan verder gaat met ruzie, zullen er dingen gezegd worden en misschien zeg jij wel dingen tegen diegene en dan betreur je dat. En dan zit je met schuldgevoelens opgezadeld. Dus let erop wat je zegt. En als er een ruzie aan het komen is, trek jezelf dan even terug. En zeg dat je de volgende keer weer met diegene wil communiceren. Ja? De dag dat jij wat rustiger bent en helemaal tot jezelf bent gekomen, maak je dan een afspraak. We komen erop terug. En we gaan die en die dag dan erover verder praten. Of morgen daarover verder praten. Kan ook. Dus kijk wat voor jou handig is. Dan heb ik innerlijk kind. De elf van plezier herinnert je eraan om innerlijk kind te omarmen. Spelen houdt ons jong. Doe eens iets geks en plezierigs, maar blijf voorzichtig. Nou ja, innerlijk kind wil spelen, wil ontspannen, wil leuke dingen doen. Zelfliefde toepassen. Dus ga dat meer doen. Dat wordt er gevraagd van jou. Mocht het toch zo zijn dat je erin vastzit, dat je wilt wel leuke dingen doen, je wilt wel meer ontspannen, maar het lukt niet. Die zelfliefde kan je maar niet plaatsen of kan je maar niet doen. Dan zou intuïtieve ontwikkeling heel goed bij passen voor jou en jou helpen daarbij om het innerlijk kind weer te bevrijden, weer te laten spelen, weer leuke dingen te doen, te ontspannen, weer die zelfliefde toe te passen. Een intuïtieve ontwikkeling helpt je op vele vlakken, dus dat zou je wel
heel goed bij kunnen helpen. Natuurlijk kan de intuïtief coach er ook bij helpen, want dat begeleidt je op je pad. En ja, dat zou ook op jouw pad kunnen helpen. Oké, dan heb ik de zuivere bedoeling. De 11 van manifesteren helpt om goed na te denken over je wensen. Manifesteer je diepste wens met de zuivere bedoelingen en voor de hoogste goed voor alle. Dus doe de dingen met een zuivere bedoeling, met goede intenties. En dan ga je ook dingen manifesteren wat je graag wil, wat je hartwens zijn, wat je levensdoel is. Als je met de zuiverste intentie doet, zal je alles bereiken wat je graag wilt. Dan hebben wij hier, iedereen zal winnen, volle maan in weegschaal. En ik heb hier de emoties lopen hoog op. Dus daarom is het ook heel erg belangrijk dat je jezelf terugtrekt in een ruzie of dingen wat er gezegd worden. Maar uiteindelijk ga je wel weer in balans komen. Ja, als je jezelf terugtrekt, sorry hoor. Als je jezelf terugtrekt en op een later tijdstip met diegene gaat praten, communiceren, dan zal je zien dat de emoties niet eens hoog hoeven op te lopen. Dat je niet eens die schuldgevoelens hoeft te voelen. Ja? Dan gaat het allemaal in balans komen. Dan heb ik hier een pauze nemen en empathie. Ja, dus trek jezelf terug, pauze nemen. En empathie, ga liefdevol in gesprek. Ga luisteren naar die ander. En probeer op een goede, rustige manier diegene uitleggend mee te communiceren. Ja, en dat is heel belangrijk. Wat ik hier nog aan boodschappen heb is... Je mag situaties, mensen, dingen opruimen die jou niet meer dienen. Ja? Want dan kan je in actie overgaan. Je doet altijd alles volgens het boekje. Ja? Pak je rust ook op tijd. Pak je rust op tijd. Ga niet alleen maar door. Je gaat alleen maar door. Je hebt ook je rust nodig. Zodat je emoties tot rust kunnen komen. Ja? En dan ga jij dus boodschappen kunnen ontvangen. Dan kan je beter naar je intuïtie luisteren. En dat is heel belangrijk. En dan zal jij dus ook meer rust gaan ervaren. Oké? Haal die maskers weg, zodat jouw licht meer kan schijnen. Laat jouw ware ik zien. Dat is heel belangrijk. En er is een hogere macht. Dus het kan jouw beschermengel zijn. Voor mijn gevoel is het jouw beschermengel of je gids. Die met jou probeert te communiceren de komende week. Dus luister goed naar je intuïtie. Als jouw... intuïtie, als jouw emoties zeg maar in balans is, dan kan je meer naar je intuïtie luisteren. Kan je meer naar jouw gidsen, jouw spirituele team, je beschermengel luisteren. Dus wat jouw gids of jouw beschermengel, die wil echt met jou communiceren de komende week. En je zal zien dat jij daar heel blij en gelukkig van gaat worden. En je krijgt die steun in de rug. Van die bescherming of van jouw gids. Die met jou wilt communiceren. Ja? Die steun die je nodig hebt. Waar jij schuldgevoelens over hebt. Waardoor jouw emoties hoog lopen. Dus probeer echt. Als je denkt van oh my god. Er komt een ruzie aan. Oh my god. Wij kunnen hier niet meer over praten. Want dan gaat het echt escaleren. Trek jezelf alsjeblieft terug de komende week. Oké? Okay? En ga dan later liefdevol met elkaar gewoon communiceren. Want met liefde bereik je veel meer dan
dat je tegen elkaar gaat schreeuwen of dingen gaat lopen roepen wat niet hoort of waar is. Nou, ik hoop dat je wat aan deze boodschapreading had voor de komende week. Laat me in ieder geval weten hier onder deze video. Like, abonneer en laat belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. Mocht je een van mijn diensten willen, laat me dan via de WhatsApp weten. Via mijn 06-nummer die hieronder ook staat. En En mocht jij een persoonlijke reading willen winnen, laat hieronder weten. Want er kunnen 3 personen winnen. Ja? Dus mocht je dat willen, laat hieronder dus weten. En ik heb op mijn Facebook net een boodschap voor de sterrenbeelden gegeven. Dus mocht je dat willen, dan zien. Kijk dan op mijn Facebookpagina Mystic Angel Radar Tarot. En dan kan je daar even nog even checken. Yes. Volgende keer ga ik op de Instagram. En dan laat ik wel weten wanneer. Ik laat dat via de Facebook en de Instagram weten wanneer ik dat ga doen. Ik denk dat het volgende week donderdag wordt uit mijn hoofd om 1 uur. Maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Want, of het wordt om 3 uur. Want ik heb volgens mij een cliënt. Dus als het niet om 1 uur is, dan wel om 3 uur. Volgende week donderdag. Dan ga ik live op Instagram. Voor de sterrenbeelden boodschappen. Yes. En dan kan je daar ook kaartjes vragen. En je kan daar ook persoonlijke reading winnen. Dus mocht je dat willen, dan zie ik je daar. Oké, nou, tot de volgende week. Doei!